Hey jongens, mijn naam is Sarah, dit is de Kleine Groene Planeet en ik ga jullie vandaag laten zien wat er in mijn keukenkastje zit. Zoals jullie waarschijnlijk al weten, woon ik in een huis met huisgenoten en heb ik dus in de keuken één keukenkastje. Ik heb al mijn etenswaren op mijn kamer in een kast staan. Maar ik ga jullie laten zien hoe zero waste mijn keukenkastje is. De beeldkwaliteit is niet top notch, omdat het licht in onze keuken heel raar is. We hebben zeg maar een TL-balk en dat maakt als je video's opneemt dat het er raar uitziet. Maar er is niet genoeg daglicht om als het zonnig is bijvoorbeeld het zonder de TL-balk op te nemen. Dus net als in een video waar ik champignonsoep maak, het licht is een beetje raar. Maar ik beloof jullie om het goed te maken dat ik ben op zoek naar een appartement in Tilburg, dus als je nog een appartement over hebt. Maar dan neem ik een keukentour voor jullie op. En tot die tijd, omdat ik ook graag zou willen zien. Ik vind keukentours super leuk, maar omdat ik natuurlijk geen hele keuken heb om te toeren. Dat kan wel, maar die willen jullie helemaal niet zien. Laat ik jullie mijn keukenkastje zien. Deze intro is veel te lang. Maar laten we beginnen. Dit is mijn keukenkastje. Bijna alles staat er nu in, behalve mijn soeppan. Maar laten we beginnen. Hier onderaan heb ik een plastic snijplank die erg aan vervanging toe is. Ik heb een beslagkom, een vergiet. In deze bak heb ik wat kruiden en bouillon zitten. Als die kruiden op zijn, ga ik zero waste alternatieven zoeken. Maar tot dan toe de kruiden. En dan achter deze bak met kruiden heb ik wat opbergbakjes staan. Een takeaway bakje en een ander plastic bakje. Ik heb vooral glazen opbergbakjes. Dan heb ik hier ketchup. Ik heb twee ovenschalen, een grote en een kleine. Overwanten, een groot mes, een soeplepel en wat roer- en spatelutensils. Dan hierboven heb ik borden staan, een klein steelpannetje en een klein koekpannetje. Daarachter staan vier champagneglazen, twee speciaal bierglazen. Dan heb ik hier een grote koekenpan en een stoompan. Dan een champignonborstel, een afwasborstel en een rietjesborsteltje. En dat was het. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. En dan zie ik jullie in de volgende video. Doei!